Welkom. En laat me dus even een simpele recapitulatie van de geschiedenis van internet met bijhorende inzichten van een generatie X'er. Dus ik teken even een tijdlijn. Hopelijk is dit duidelijk genoeg. En de tijdlijn gaat van 1995, laten we zeggen dat dan ongeveer het internet voor de mensen gestart is. Misschien niet echt duidelijk, dit is 1995. En op het einde van de tijdlijn nu. En als nu zetten we 2022. Dus in 1995 is het internet voor het publiek gestart. Dan nemen we natuurlijk een eerste tijdsmarkering. En dat is 2000. Het jaar waarin iedereen dacht, dit is het einde. De computers zullen gek doen en niet meer kunnen berekenen en bla 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 bla. En alles gaat kapot. Zijn ze toen al. Maar natuurlijk niets gebeurde. Dan heb je er vlak achter 2001. En in 2001 hadden we de dotcom bubble. En de dotcom bubble is de rekening, of ja, de aandelen van online domeinen die dus verkocht werden voor heel veel geld. En een simpel voorbeeld daarvan was pets.com, die voor ettelijke miljoenen dollars te koop werd aangeboden of kon verkocht worden. Maar uiteindelijk, wat zat er achter pets.com? Gewoon iemand die de domeinnaam gekocht had en van huisdieren niets te ballen eigenlijk bezat of si of la. Dus, men bood op voor domeinnamen. En uiteindelijk waren het allemaal hulseltjes op een digitale database die inzakten. Dan hebben we 2003. En in 2003 hadden we de Bandai Aceh aardbeving. Daar in zijn moeder natuur. Ik heb hier nog de hegemonie over deze planeet en jullie zullen het weten hebben en daar werd ook heel de wereld compleet mee geschokt en werd ook wel duidelijk dat natuur en ook de verandering van de structuur in de aarde en de opwarming van de aarde en natuurrampen, ook van allerlei handen, olietankers die lekten of kraakten of botsten, zijn er genoeg doorheen deze korte tijdspannen van grote schepen die verongelukken en die natuurrampen veroorzaken. En dan de volgende punt op deze tijdslijn is 2008. En 2008 mag je als een heel grote markering aanduiden. In 2008 hadden we de grote huizencrash in Amerika. Dus daar zaten de hulsels al meer ingepakt. Zowel op gebied van de staat, die dus in projecten huizen bouwde voor armere mensen en die aan goedkope leningen voor niks praktisch konden verkopen. En deze mensen gingen gaan werken en hun lening om een huis af te betalen werd plotseling veel duurder door een overaanbod. En natuurlijk de schulden die werden afbetaald met schulden waar het duidelijk werd dat dit nooit zou gebeuren. En hier zet ik bijvoorbeeld ook mainstream. Wie in 2008 doorhad
dat de mainstream leugens aan het verkopen was en ook de overheid niet de waarheid durfde te zeggen op gebied van banken en investeringen, weet dat ze vanaf 2008 heel moesten oppassen van wat er uit mainstream kwam. En daar werd het concept van het schaap geboren. Zeker weten, schapen onder de mensen. Al zij die de mainstream of de overheid en de gewone media geloofden, zijn de grootste schapen. En de tweede rang schapen in principe, dat zijn ze natuurlijk niet allemaal, zijn zij die de media bevecht hebben. Of nog bevechten zelfs. Wie vanaf 2008 door had hun eigen onderzoek te doen en dat ook gedaan hebben zoals ik en nog vele anderen, hebben sinds 2008 tot nu de volledige periode aan zichzelf gewerkt, kennis opgedaan en anderen hebben natuurlijk van het systeem van de beurs die sinds 2008 enkel in stijgende lijn gaat. En dat is het concept van hyperinflatie. Een beurs die enkel maar stijgt is het meest duidelijk en het duidelijkste mogelijk teken dat er hyperinflatie is. Of op zijn minst inflatie. En wat ze in 2008 in de mainstream natuurlijk niet zeggen is dat al deze mensen in de banken en overheid leven van het volk door inflatie. Als ze geen inflatie kunnen maken van 2% wat ze altijd beogen, kunnen zij ook niet van ons leven. Want met deze inflatie rond de 2%, dat nu in 2022 rond de 10% ligt en veel hoger is, gaat natuurlijk de rijkdom naar deze 1% van mensen die van ons profiteert. Dus in 2008 tot nu kon een mens zich op gebied van kennis verrijken, op gebied van geld verrijken, op gebied van mogelijkheden in allerlei richtingen van werk of kunnen. Dus hier heb je de geboorte van het internet in 2003, een doorschakeling van platformen. In 2003 werden de platformen geboren, Facebook, YouTube, de ontwikkeling van het internet. In 2008 de grote crash en eigenlijk de stabilisering. Dan had je in 2009 natuurlijk, om een oplossing te zoeken voor deze monetaire problemen, Bitcoin die geboren werd en waar massa's mensen zich nog altijd mee verrijken. En wie kan ze kwalijk nemen? Maar ja, dan komen we natuurlijk iets verder. 2014, de vele oorlogen die al sinds 10 ook gevoerd werden. In 2003 hadden we nog Irak en Afghanistan. In 2014 werd dan de vluchtelingenstroom opgezet, onder de globalisten natuurlijk, en kwamen vluchtelingen het Westen binnen. En wie kan het ze kwalijk nemen als al deze rijkdom hier zogezegd infleert en ook vele rijken maakt? Rijken op papier vooral, om nog uw rijkdom uit de banken of andere aandelen te halen, is iets anders. Dus de vluchteling kwam sinds 2004 massaal naar Europa en Amerika. Haha. En iedereen welkom natuurlijk, het is een vrije wereld. Maar ja, om daarvan te verwachten dat de sociale orde daarmee handhaafd blijft, is natuurlijk een illusie. We gaan verder. Dan heb je 2016, de opflakkering van de alternatieve media. Hier had de alternatieve media in 2016 een grote overwinning op de globalisten. En dan kwam natuurlijk in 2017 de grote tijdslijnbreuk. Voor velen misschien niet eens opgemerkt, maar in 2017 werd de tijdslijn gebroken tussen mainstream en alternatieve media. Wie in 2017 nog altijd niet door had
van zijn eigen weg te gaan in plaats van de media te bevechten, is nu nog altijd een groter schaap geworden. En dan komen we natuurlijk aan in 2019, de COVID. De COVID werd geboren, en waarschijnlijk al een beetje ervoor, en de corona. En de corona is natuurlijk, hier zijn mensen langs de ene zijde in de geneeskunde die de mainstream nog altijd volgen en natuurlijk de meeste grote leugens verspreiden rond geneeskunde. En ja, natuurlijk de alternatieven die zichzelf een weg gebaand hebben door de kennis van de wetenschap en hun eigen paradigma hebben gevormd. Oké. En daar kan ik dan enkel, om de video niet te lang te maken, iets aan toevoegen op het monetair systeem. En dat is dat na de crash van de beurscrash van 1929 en de grote depressie die in 1933 al duidelijk vorm had, had Stalin Kondratev de opdracht gegeven om de cyclus van het kapitalisme te berekenen wanneer de centrale bank die in Amerika in 1913 werd opgericht en groot succes kende met de boom- en bust-cycles. En Kondratev moest berekenen wanneer het kapitalisme uiteindelijk volledig zou falen. En natuurlijk, zei Kondratev, de meest aannemelijke datum wanneer de dollar zou falen in deze fase van technologische vooruitgang en wetenschappelijke vooruitgang. En de Kondratev prognose was tussen 2015 en 2035. En met nu in 2022 te zijn, en wie ogen in zijn kop heeft en veel of niet geld in de portefeuille, weet perfect dat wij nu op het tijdstip aangebroken zijn dat het monetair systeem en het geld zal in elkaar zakken en weg hebben. En de generatie X, die in 1990 al wist van deze wereld, is gedoemd in zekere zin, zal nu zeggen, zoals ik een generatie X'er ben, tegen de generatie en de millennials en de generatie Z. Oké, wij hebben de boel zien imploderen, lossen jullie het nu maar op en de boomers gaan wij wel begraven. Oké, ik zal het maar hierbij laten. Hopelijk was dit duidelijk genoeg. Ik kom nog even dichter, dat je die even kan zien. En waarschijnlijk... Deze dagen weet men waar aan toe.